Kevin, hoe ver ben je eigenlijk? Ik ben al bijna bij jullie. Ja, die begint ook te lachen. Ik ben bijna bij jullie. Nee. Jongen. Klootzak. Nee, maar hoe ver ben je? Ja, ik ben nu weer met Gary aan de fitties. Nu pas? Ja, nu pas. Dat is al de 300ste keer. Oh ja, je zat daar vast, of niet? Ja, dus ik zat bij de vorige gym vast. En toen kon ik geen levels halen om Gary te verslaan. Nu kan ik Gary gewoon makkelijk nakken. Oké, ik was zojuist even gewone-hit door een Cubone. Zo lekker, Jordi. Ja, trainen met een Cubone. Trainen met een Cubone. Ik heb hem nog niet gezien, dus het zal nog wel komen. Ik word helemaal in elkaar gestinkt door een B-drill. Lekker, echt jongens. Echt oké. Lekker voor je, Niels. Ja, dan krijg je als je letterlijk maar één Pokémon hebt die level 35 is. En de rest is allemaal een beetje een matig aanhangsel, zeg maar. Dan krijg je zulke dingen natuurlijk. Mag ik trouwens eventjes opmerken dat mijn Ductrio Sucker Punch kan? Je Ductrio? Heb je een Ductrio? Ja, jongen. Niels. Ductrio? Oh ja, die drie wasjes uit de grond. Oh ja. Ja, die, nee, ja. Ga door. Goddomme. Lachen jullie nou echt om Ductrio? Dat vind ik echt heel matig. Het is wel heel simpel, hè? Ja, dat is wel echt heel simpel. We doen het ervoor. Ja, we doen het ervoor. Allemachtig, jongens. Ja, het past vooral in ons, in ons manier van filmen nu. Het hoort erbij, Niels. Hij past goed in het straatje van andere video's. En waarom probeer ik nu voor de derde keer langs te heen? Ik word nu gecritical hit, man. Ik word zo moe van dit spel, zeg. Man. Zeg het aan mij of ondervind ik een beetje lag tijdens het fiets? Ja, die blaast een beetje in je microfoontje. Jongen. Ik moet hard praten en ik moet niet blazen en jongen. Ja, die is alleen maar aan het blowen in zijn microfoon. We zijn letterlijk 3-4 minuten in video. En we hebben het over Big Dicks gehad en over Duck Trio's. Maar je weet wel dat denkt dat direct aan blazen. Niels. Wat moet ik weghalen? Alle bigdicks.com. Nee, die blijven er gewoon lekker in zitten. Kevin, je gaat je sponsor er niet meer uit doen. Nee, we zijn nu al. Deze hele serie is gesponsord erin. Ja, maar straks ook dan worden we aangeklaagd door die kerel. Voor slechte promotie, hè? Ja. Jongen. Nou ja, mijn beste mannen, ik ga denk ik het grotje induiken. Ja. Ik weet niet wat jij aan het doen was, Jordi, maar jij peerde hem ook aan het begin van de video. En ik ben heel nieuwsgierig waar je heen bent gegaan. Nou, ik ga ook rappels halen, maar dat wordt helemaal gek. Maar jij hebt nog die flash aanvallen, of niet? Ja. Ja, maar het levert zoveel makkelijker. Haha, te pak! Je hebt flash nodig. Te pak! En iedereen daarnet, ja, Niels, waarom ga je nou echt flash halen? Ja, maar jij ging het toch aan ons geven? Nee, jij gunt ons. Nee, ik gun helemaal niks. Fuck off. Eerst maar een beetje belachelijk maken en nu zeggen, flash. Hey, valt het jullie niet op dat op elke Pokeshop in deze wereld Mart staat? Is die zo belangrijk? Oei, gaan we nu nog zo flauw weer doen? Ik weet niet wie Mart is, Kevin. Jordi. God. Ik kan gewoon. Niemand gun ik flash. Ik kan het nu aan mijn Pikachu geven. Daar win ik wel tijd mee. Dus ik denk dat ik het gewoon ga doen. Dus je gunt je Pikachu meer dan ons? Ja, dat sowieso. Je virtuele kameraad. Mijn kameraad. Die maar uit een paar pixels bestaat, Niels. Dat was voor de verkeerde kaart. Dat is mijn kameraad. Iemand wil met me ruilen. Oké, wat wil die ruilen? Dat is voor de verkeerde kaart. Waar was Kevin? Homo? Nee. En is meer. Nee, iemand ging in één keer met me ruilen. Mijn beste mannen, ik heb gewoon flash. Ik ben heel trots hierop. Lekker voor jullie. Dit voelt toch wel eventjes fijn aan mijn lichaam. Deze man heeft me een backpack gegeven. Dit voelt nog even fijn aan mijn lichaam. In goddamme Niels onlief. Jongen. Ja, maar ja, die hele dagen krom loopt. En iedereen zit maar een beetje op je rug en je belachelijk te maken en zo. En je hebt dan even die flash. Dat is toch wel even genieten. Ja. Waarom geeft deze man mij een rugzak? Jongen. Waarom zeg je nou al 30 keer...
waarom geeft deze man mij een rugzak zonder te vertellen van welke man hij het krijgt? Ja, gewoon een random speler in een game, die geeft me een rugzak. Dus Kevin zijn mentale achterstand, kom er even naar voren, dat is niet zo zeker. Ja, maar Kevin, voor trainen gewoon iemand uit deze game, eentje. Gewoon een online speler. Maar waarom neem je de spullen aan? Ja, maar ik wil toch kijken wat hij wil geven. Ja, maar dat mag je niet gebruiken, Kevin. Ja, het is een rugzak, Jordi. Nou, ik weet niet eens hoe ik hem moet gebruiken. Kevin kan eigenlijk wel een rugzakje gebruiken, maar dat is het. Ik word zo moe van jou, Jordi. Weet je wel, hè? Hier staat gewoon een blaziken. Een gast heeft gewoon een blaziken. Ja, nou ja, die hebben wij niet, Kevin. En nu op een rotte verdomme. Wat een gezeur van jou. Daar sta ik in het toneel met als Niels, je bent niet interessant, Niels, je bent kut. En dan krijg je dit gedonder weer. Ja, maar nee, dit vind ik nou weer arrogant. En Kevin wordt weer gezien als de grote ster van het YouTube-kanaal. Waar is alle fame naar jullie en mij? Ik ben de man die de Fortnite's doet. Ja, oh ja, dan ben je inderdaad de meest interessante persoon, verdomme. Ja, origineel idee om Fortnite te gaan streamen, dus wat dat betreft. Inderdaad, ik ging laatst eventjes kijken op de gaming.youtube.com, zeg maar het platform die ze hebben gemaakt voor gaming. Ik dacht, nou, eens even kijken welke games ze allemaal spelen. Of er misschien nog iets leuks zit wat wij ook voor ons kanaal kunnen doen. En de eerste 20 video's die er worden gehighlight, zijn allemaal Fortnite. Nice. Ah, ik heb Jordi gevonden. Ik ga hem inhalen. Nee, maar ik dacht, misschien gaan we nog iets anders vinden of zo. Iets wat iemand anders nog interessant vindt. Nee, dat is gewoon Fortnite. Het is alles. Ja, maar dat vindt iedereen interessant. Ja, Kevin heeft een goede poging gedaan om Mario Kart 8 te gaan doen. Maar dan denken mensen, is dit Fortnite? Klikken ze het aan? Nee, dit is geen Fortnite. Klikken ze er weg. Dat is echt fucking irritant. We gaan gewoon Fortnite thumbnails bij doen. Ja, misschien moeten we deze video maar iets van grootste of nieuwe Fortnite skin revealed. En misschien dat dan toch nog iemand komt. Nieuwe wat? Ja, goed voor. Nieuwe Pokémon in Fortnite? Vraagteken. Nee, het is Poké-MMO. Rot op. Ook gewoon in de eerste seconde doen. Meteen iedereen kijken weg. Hoppa. Jongens, ik word er zo moe van. Oké, hoeveel mensen heeft ondertussen al zijn muis weer in beeld? Ik niet. Niet? Nee. Oh, jawel. Wauw. Ja, sommigen die houden het gewoon 5 minuutjes vol en houden het gewoon een beetje mee op. Ja. Ik heb het trouwens mezelf er ook alweer mee namelijk. Slecht, hé. Maar ik heb net op de Nintendo-pagina op Twitter-pagina heb ik gezien dat zij gewoon Fortnite aan het promoten zijn. Dat zag ik ook. Ja, gewoon als, zeg maar, de game voor de Nintendo Switch zijn ze Fortnite aan het promoten. Gewoon puur om mensen de ding laten te kopen. Terwijl volgens mij kun je echt op een meest matige PC ook al redelijk Fortnite spelen. Ja, maar zij willen graag dat iemand een Switch gaat kopen, Niels. Er zijn laatst best wel veel mensen die op een Switch Fortnite spelen, hoor. Ja. Maar dat komt, ze hebben nu sinds die season 5, of waar zitten ze nu? Ja. Ja, season 5. Sindsdien hebben ze een die gyro control, zeg maar, dat je met je Switch kan mikken als je hem beweegt. Mm-hmm. Hebben ze toegevoegd. En nu is het wel speelbaar. Hiervoor moest je echt gewoon met de control stick, zeg maar. Mm-hmm. Dat is alles. Nou ja, dat hebben ze toegevoegd en daar ben ik best wel gelukkig mee op zich. Mm-hmm. Dus ik ben blij dat dat ze toevoegen. Maar wat ik zei van Nintendo, die is niet alleen aan het promoten, maar dingen zoals Game Mania en zo. Ik krijg gewoon een e-mail van hun van, koop nu Nintendo Switch met Mario Odyssey en krijg Fortnite er gratis bij. Dan denk ik, ja! Inderdaad, Fortnite is inderdaad gratis. Wat een verkooptruc, daar doen we het voor. Dus dat Kevin zijn site Big Dings moet komen promoten, dat ze zetten, ja, die komt gratis langs, zeg maar. Nee, dat slaat nergens op, Niels. Dus laten we even serieus houden. Oh ja, die wordt ook gepakt door die ene trainer daarnet. Ik vind het wel mooi dat Niels die heeft flash en ik heb geen flash en we zijn precies even weg. Jongen, Niels. Ja, maar weet je, ik ken de cape ook niet uit mijn hoofd en ik heb ook geen map ernaast staan. Want ik ben ook al in de eerste aflevering al gepakt omdat ik zogenaamd vals zou spelen. Omdat ik graag een walkthrough erbij wil hebben. Ja, dat mag niet. Wat verdikken me. Nee, Niels. Dus ik ga het niet gebruiken. Ik weiger. Ik weet straks alleen, er komt straks echt een kutstuk waar ik als kind gewoon vast zat. En daar kan ik jullie pakken. Maar waarschijnlijk weten jullie dat niet, vraagteken. Stilte. Ja, ik heb geen idee waar je het over hebt, Niels.
vroeg krekelgeluidje in de stilte. Ja. Dus we hebben geen idee welk stukje bedoelt. We hadden nooit geen moeite met dat soort dingen. Oh, ligt het daaraan? Ja, dat zal het zijn. Ik hou wel van die repeltjes, hoor. Daar kan ik het wel even goed mee doen. Ik ben blij dat ik ze heb gehaald. Ik weet niet of jij ze ook... Ik kom nu pas achter. Niels, is het repel of repel? Want eigenlijk zeg je repel. Ja, vroeger zei jij repel. Jordi gebruikt alleen maar repels. Nee, maar Niels... Als je kijkt naar hoe het gespeld is... Het is eerlijk. Ja, dan noem je het een repel, Jordi. Toch? Okay. Nee, repel, want het is niet met dubbel P. Potverdikme. Nou, ik heb allemaal repels of repels, pas verdikme. Repels gehaald. Maar dit laat me een beetje denken aan... vroeger had je dat ook altijd met Mario. Dan had je, zeg maar, Toad. En wij noemden hem altijd Toad. Want het is gewoon wat staat. Is het een taart? Toad. Toad. Een taart. Ja. Toad. Een taartje. Nee, geen taarten. Een taart. Toad. Ik weet niet hoe ik het nu moet zeggen. Wat vind ik me, jongens? Oh, Jannie die denkt, Niels heeft Flash, ik volg hem gewoon. Fuck off. Nee, ik volg je ook niet. Ik ben wel naar je op zoek, man. We weten dat ik de goede richting op ga, man. Ja, dan gaan we. Ik was zojuist even gewoon hit on you, dude. Oh, trouwens, je ziet linksbovenin hoeveel repel steps je nog hebt. Wat lach je nou? Gaat zo spelen, Niels. Ja, oké. Okay. Ik ben nu tegen een geodude aan het vechten. Maar jongens, worden jullie al bang voor de inhaalactie? Volgens mij zit ik nog aardig weer in dat hekje hoor, in een nekje hoor te hijgen. Jongen, ik weet niet of Jordi nou zo lang een nek heeft dan, of... Want ik voel nog helemaal niks hier. Ja, maar ja, Jordi loopt ook natuurlijk nog een eindje achter. Oeh, ik sta precies weer in, Niels. Ik was je even kwijt, Niels, maar je komt niet zomaar weg. Ja, ik begin het heel naar te vinden. Gewoon misbruik maken van mij, dat is een fucking irritant. Ik ga zo van channel switchen, hoor. doe dan, Niels. Ik ga gewoon naar channel 1 in plaats van channel 2. Ja, doe dan, Niels, doe dan. Doe dan. Met je hoofd. Ja, ik ga het toch wel weer volgen. Met je maat. Toch niet. Afklappen. Pak. Nare mannen. Jongens. Ik heb trouwens gehoord dat Kevin de moeite heeft gedaan om... om eventjes wat vragen voor te bereiden voor deze video. Wat is nou de ideale lengte? Wow. Voor wat? Ik dacht, laat ik mijn website even weer promoten natuurlijk. Hey, jongen, nou ja, Kevin, goede vraag. Wat is de ideale lengte voor jou? Is het nou 1,60 meter bijvoorbeeld? Nee. Waar hebben we het nu over? Ik had het over lengte van een vrouw, hè? Niet over andere rare dingen. Smeertoetens. Is 1,60 meter? Ja, is die ideale lengte? Geen idee. Lijkt me vooral gewoon heel irritant. Nou ja, goede vraag. De paas voor de vraag door naar Jordi. Wat is voor jou die ideale lengte? Yo. Maar worden jullie al bang van het pittige Charizardje? Groot of klein, Jordi vindt alle lengtes fijn. Nou, zo, voor mij maar. Dat is al een goede marketing reclame, Niels. Of weet ik veel hoe je dat doet. Ja, toch wel. Ja, die was wel pittig. Dankjewel. Ik zit in het marketingteam. Zo. Van Kevin had air balloons. Maar Kevin, ik ben inderdaad bang voor je Charizard. Dus wil je vechten tegen mijn Blastoise? Snap je nou nog steeds niet, Kevin? Ja, maar ik heb ook een Pikachu. Kevin. Wat wil je? Is slecht tegen water. Ja, maar... Mijn Charizard... En dan kun je nog zeggen dat jouw Charizard 52 is. Ja, maar mijn Charizard, joh, die kan dik. Ja, hij gaat fucking dik, ouwe. Ja, Jordi. Ja, Jordi. Ik ben Niels weer kwijt. Ja, dat is Niels weer. Hoi. Ja, Niels, hoe diep is deze gat? Ik moet echt even harder gaan fietsen, man. Ik kom niet van Jordi af. Jordi. Jongen. Het kutte is, mijn gym battles of mijn trainer battles sturen ongeveer net zo lang als die van Jordi. Dus hij kan me de hele tijd weer bijhouden. Fucking irritant. Maar wat nou als ik Jordi nu helemaal de verkeerde kant op blijf? Wauw.
Tot nu toe ben ik niet eens echt heel aangepist, dus toen ben je ook keer kwijt. Maar ik kan ook eens zien van, oh, hier staat. Ja, maar volgens mij is deze grote redelijk linie, hè, voor mensen die geen zin hebben om op Flash te halen, zoals jullie. Nee, voor mij niet. Het is toch gewoon met een schuine lijn naar rechtsonder, toch? Ja, klopt. Ja, alleen jij is zo dom om mij te volgen. We gaan letterlijk naar links. Voor ja, daarom. Kevin. Ja, volgens mij is dat toch zo? Ja, nee, ik denk help je vast. Jongen. Wat je nu doet, Jordi, dat is gewoon stom. Ik had echt Kevin achter me nodig. Maar je hebt hier allemaal steen-Pokémon en zo. Kevin die gaat daar nog heel vrij mee krijgen met zijn Pikachu en zijn Charizard. Ja, hij moet gewoon heel veel rippels halen. Ja. Ik weet niet hoor, maar ik one-hit gewoon elke steen-Pokémon die ik zie. Ik weet niet wat je nou zo arrogant gaat doen, maar... Met wat dan? Met mijn Charizard kan dik. Oh. Heb je hem dat geleerd? Tuurlijk. Dat kun je niet meer afleggen, toch? Die wel. TM's wel. Okay. Ik zit nu die prullenbakken te doorzoeken. Ja, Niels, hoest maar gewoon even door de video heen. Kan het allemaal verrotten, jongen. Net pindakaas gegeten, dus. Oei. Jongen, wat? Ik ben er weer. Die Gyarados is echt wat helemaal gek. Je kunt magnitude van 1 tot en met 10 krijgen, volgens mij. Ja. Voor mij nog niet één keer onder de 6 gaat. En ik kreeg nu 10 op mijn bakkes. Jongen. Mijn Venusaur is ook een beetje tegen dood gaan aan. Dus laat ik maar eens eventjes een keertje een Potion op hem gebruiken. Zoals Jardy dat dan zou zeggen. Oh, ah ja, jongen, je wordt helemaal lijf van al die trainers hier. Kunnen we niet gewoon Pokémon houden zonder Pokémon gevechten? Jongens, ik ga gewoon Pokémon Go doen. Ik vind het wel weer goed geweest. Ik hoef het alleen maar te vangen. Is dat hem aanklik of niet? Ja, echt. Jezus, man. Dus ik heb nog een paar leuke vraagjes voor jullie. Als jullie daar nog zin in hebben. Stel ze maar, Niels. Ik verwachtte de nee al. Ik was laatst een beetje in ons kanaalgeschiedenis aan het kijken. Dat natuurlijk al een hele slechte keuze is. Ja, zeker. Ik vroeg mij eigenlijk af of jullie spijt hebben van een video die jullie hebben geüpload. Is dit een interview of zijn dit vragen, Niels? Dit zijn de vragen! Dit bent streek. En interviews zijn ook vragen. Dit bent streek, Jordi. Dus voor een interview moet je eventjes een verzoek indienen bij mijn manager. Ja, oké. Okay. Kevin, heb je spijt van een video die je hebt geüpload? Vragen stellen we na de opnames. Ik ben Kevin, ik doe mijn presentatie over paden. Wow, yo. Nee, maar ik zag gisteren een video van Memphis en die zei dat ook. Ja. Dus dan moet je een beetje nadoen. Jongen, dat vraag ik niet. Ik vraag of je spijt hebt gehad van een video die je hebt geüpload. Ja, de eerste. Deze antwoord ga ik niet bevragen. De eerste video? Ja, dat een baks in haar beeld rolt. Hè? Nee, Jordi heeft spijt van die video van de Mindstore. Wat? Dat hij zo met zijn hoofd voor de camera hangt, zo hallo? Nee, dat wist ik niet ten eerste en nee, daar heb ik niet echt spijt van. Ik kreeg wel heel veel positieve reacties aan mijn headshot-compensatie. Je compensatie-video. Ja, maar het ging over... Ja, maar het ging over spijt, Jordi. Niet zozeer over, oh, daar kreeg ik veel goede reacties op. Nou, het waren ook niet allemaal goede reacties. Laten we het zeggen. De onbekende kijkers waren wel positief, maar de anderen... Oh, ik ben vrij aangestampt, laat ik het zo noemen. Jongen, hoeveel lagen heeft deze gehad? Ik moet wel zeggen, ik ben het redelijk eens geweest met Kevin. Die zei net van de rollende baksteen, de Sniper Elite, denk ik, dat je bedoelt. Ja. Ja, ik heb spijt van de eerste 10 afleveringen Just Cause. Hallo, ik ben Niels. Ja, precies. Nee, het was nog erger dan dat, Jordi. Dit is wanneer je begint met, zeg maar, dit is zo'n... typisch voorbeeld van iemand die gaat beginnen met het Junior Song Festival. En dan zie je eerst een hele goede stem krijgen. En dan worden ze 15, 16. En dan zijn ze gewoon niet meer om aan te horen. Nu was ik dat hiervoor ook al niet. Maar zeg maar, die overgang maakt het niet veel beter. Ik heb nog een andere video waar Kevin eerst veel spijt van heeft. Oh. Ken je de video met Daniel nog? Laten we zeggen, dat was net zo erg als gitarist achter de drummer staan. Ja, maar hè? Welke heb je het nu over? De ik zit in je hoofd video? Ah, foei. Zit in je hoofd video? Ja. Wat zo? Hallo, ik ben Daniel!
Ja, maar dat is waarom je eerst je geluid moet checken voordat je denk ik 15 filmpjes gaat maken, man. Maar daar lag het niet aan. We willen gewoon eenmaal de hoofdpersoon, laten we zeggen, de bovenuit horen klinken. En dan de minder belangrijke persoon doen we op de achtergrond. Laten we zeggen, je was als achtergrondmuziek, Kevin. Nee, je bent als achtergrondmuziek voor ons, Kevin, ook in deze video's. Wow. Oh, ja. Disrespect. Doobie doobie doobie. Laten we zeggen...